start is gevallen en daar gaat Aberyn Mitchell Mirage van de benen. En Axel W. Roos deed dat eerder al, die ligt al op achterstand. Nummer 1 galop. En Anne Hill neemt de leiding en dat hebben we nog niet zo vaak kunnen zeggen. Anne Hill loopt al vanaf haar tweede jaar en meestal begon ze achteraan. Vandaag ligt ze vooraan. Anne Hill leidt aan de buitenzijde, gaat naar voren door het derde spoor, de favoriet, Avenir C. Tweede spoor wordt teruggenomen, Bryce Anselens. En binnendoor is opgeschoven Ziza Zimoko. Daarachter volgt op plaats 5 Fijke Wilpstra in zijn nieuwe kleuren vandaag met Nora Lee. Dat zijn de 5 paarden die nog redelijk bij elkaar zijn. We hebben een uitgedund veld, want die andere 2 zijn achterop geraakt. En de deelnemers zijn in de rechte lijn overzijde. En Avenir C krijgt voorlopig de leiding niet, want de koploper gaat te hard. Dat is Anne Hill. Anne Hill, Avenir C aan de buitenkant. Daarachter aan de relingzijde ligt de Ziza Zimoko. En zo gaan de paarden de linkerbocht in. Anne Hill dus vooraan. Avenir C, daar schuin daarachter. En daarachter aan de reningzijde Ziza Zimoko. Vierde plaats is voor Bryce Anselens. De 2 gouden helm in het tweede spoor. En aan de reningzijde daarachter volgt Nora Lee. Het zijn de 5 paarden en zo komen ze de rechte lijn voor de tribune in. En de grootste outsider van het veld ligt vooraan, Anne Hill. Verrichtingen op papier zien er niet zo bijzonder uit, maar het paardje kon vroeger verschrikkelijk hard lopen. Anne Hill laat dat vandaag weer eens zien van kop af. We hebben straks nog een ronde te gaan. Op de tweede plaats daarachter gaat nu naar de reling Avenir C. Eindelijk heeft handelaar de reling te pakken. Aan de buitenzijde nu Bryce Anselens. Die komt opzet en denkt handelaar, dat moeten we toch ook niet hebben. En gaat hij gelijk weer terug naar het tweede spoor. We hebben nog een ronde te gaan. Het is Anne Hill die leidt. Avenir C ligt tweede. Daarachter Bryce Anselens. En daarachter aan de reling zijde Ziza Zimoko en dan Nora Lee. Alle 5 hebben ze geld als ze blijven lopen en zo gaan ze de rechterbocht door. Nog altijd Anne Hill vooraan. Zou een stunt zijn als hij dit vol kan houden. Avenir C op plaats 2. Ziza Zimoko legt heel makkelijk derde. En de vierde plaats net zo makkelijk voor Bryce Anselens. En daarachter gaat Nora Lee nu ook naar het tweede spoor. Zo zijn de paarden voor de laatste keer in de rechterlijn overzijde. Aanval nu op Anne Hill van Avenir C. Anne Hill heeft nog altijd 3/4 lengte voorsprong. En Avenir C heeft er behoorlijk wat moeite mee om er langs te komen. Inmiddels heeft Fred Handelaar de orenkap eraf gehaald. En dan zou de versnelling moeten komen. Die komt nu ook. Avenir C komt er nu helemaal naast. Nu gaat hij de leiding ook overnemen. En Avenir C is nu ineens gemotiveerd. Die orenkap is eraf en dan loopt hij. Zoiets moet je eigenlijk ook voor mensen bedenken. Zo zijn de paarden inmiddels halverwege de laatste bocht. Avenir C pakt ineens een hele grote voorsprong. Anne Hill ligt nog altijd tweede. Bryce Anselens derde. En Nora Lee komt door het derde spoor naar voren. Ook voor plaats 2. Maar de overwinning lijkt al bijna vergeven. Avenir C ligt ver voor de rest. Avenir C en Fred Handelaar komt weer een overwinning aan voor de eigenarencombinatie van Avenir C. Ze winnen bijna altijd met Fred Handelaar. En ook vandaag Avenir C is de winnaar. Tweede plaats is voor Bryce Anselens. Die loopt een heel eind naar buiten. Derde plaats is voor Fijke Wilpstra en Nora Lee.